Als Techtrol-groep zijn we al jarenlang LED-expert van Philips en wij adviseren onze klanten om de switch te maken naar LED. Groot voordeel van het toepassen van LED-verlichting zijn de lange levensduur, lage onderhoudskosten, je bent flexibel in het instellen van je lichtniveau. Binnen een industriële omgeving hebben we vaak te maken met hoge hoogtes, machines die op de vloer staan. Dus dat maakt het onderhoud lastig. Een uitkomst daarbij is de Philips Service Tech. Dan kunnen we voor de eindklant het onderhoud zo minimaal mogelijk maken. Dat we met de juiste spullen in één keer omhoog kunnen gaan en onderhoud kunnen uitvoeren. Wij waren op zoek samen met onze huisinstallateur naar een industriële oplossing qua LED-verlichting. Daarbij dachten we echt aan onderhoud zo min mogelijk, de kosten zo laag mogelijk en een downtime echt minimaliseren. En de Philips Service Tech helpt ons daarbij. De Philips Service Tech werkt op basis van een QR-code registratie. Door de QR-code te scannen krijgen we allerlei informatie, waardoor we snel en eenvoudig onderhoud kunnen uitvoeren en snel kunnen installeren. Hoe vindt de registratie nu plaats? Om te registreren worden de QR-codes die op de omdoos van de armatuur zitten gescand. Het systeem herkent het type armatuur, maar ook de aantallen die nodig zijn. Aan deze gegevens kan vervolgens een QR-groepscode worden gekoppeld. Zo worden, om een voorbeeld te noemen, alle armaturen van één afdeling gegroepeerd. De armaturen zijn allemaal geregistreerd. Door de Service Tech op de armatuur te scannen, heb je alle informatie die je nodig hebt bij de hand om deze gemakkelijk te installeren en in werking te stellen. Werkt de armatuur nou niet goed, dan biedt de Service Tech ook uitkomst. Je scant dan de QR-groepscode op het verdeelpaneel en je krijgt het overzicht van de armaturen in de groep. Als je het desgewenste armatuurtype hebt geselecteerd, helpt de servicehandleiding op de app je verder. De Service Tech laat precies zien welke reserveonderdelen voor een armatuur voorradig zijn. Moet een driver na verloop van tijd worden vervangen, dan wordt in principe een nieuwe besteld. Nu kan het zijn dat de vervangende driver een ander model is dan de eerste. Het kan dan zijn dat deze geprogrammeerd moet worden, zodat het armatuur straks precies de goede lichtopbrengst biedt. De Service Tech lost dit op met behulp van Near Field Technology. Een kwestie van de QR-code scannen met de tablet en vervolgens met de tablet over de driver gaan. Klik dan op programmeren en klaar. De Service Tech is een grote innovatie van Philips. Het kost minder tijd om te installeren, het onderhoud wordt veel gemakkelijker. Het wordt handiger en efficiënter om te werken met reserveonderdelen. Maar het makkelijkste is toch wel dat al deze informatie 24 uur per dag beschikbaar is.